Deze nieuwsopname, of nieuwsuitzending, ik ga het rustig houden. Ja, ik kan het luisteren voor het slapen gaan, dus geen enkel probleem. Je krijgt informatie. En deze playlist die gaat over Alan Watt. Zo'n man geboren in Schotland, als ik het goed heb. En hij woont nu in Canada, Ontario. Een stad, denk ik, of een streek. Hij woont op het platteland. Hij had een hond, maar die is dood. Dat heeft hij niet gezegd, maar ik heb het sterke vermoeden dat die hond overleden is. Hamish heette die. Of Hamish. Alan Watt is een, ik denk de belangrijkste rapporteur van dat wat er gaande is. Los van de christenen. De christenen weten het ook. De bijbelgelovende christenen. Je hebt allemaal van die kerken, van die op elkaar gestapelde stenen met gebrandschilderde ramen. En dan gaan we iedere zondag interessant lopen doen. Maar los daarvan heb je bijbelgelovende christenen. En die willen ook wel bij elkaar komen. Dat is het punt niet. Ze hebben geen hekel aan elkaar, ben je maf. Maar ze hoeven niet. Ja. Zo'n mooie anekdote van mijn bijbelgelovende vriend uit Leuven. Jurk Gliesman heet hij. Hij is ook een bewonderaar van de kennis die Alan Watt heeft verzameld. Nou, hij doet bijbellezen. Dat doen ze dan elke Shabbat, ja, zaterdag. En dan zijn ze met z'n drieën. En Jurk heeft mij verteld dat hij heeft voorgesteld om die kring te vergroten. Want er was er één en dat was Tom Fraes. Die moet je ook naar luisteren trouwens. Tom, ja, Fries op zijn Nederlands zeg je. Fries met dubbel S. Fraes zeg je op zijn Engels. Tom Fraes. Nou, toen heeft Tom Fraes gezegd van nee, dat doen we niet. Dit wordt veel te druk. Dat zijn de bijbelgelovende christenen. En die weten wat er aan de hand is. Die zien heel helder. En los daarvan heb je mensen als Alan Watt. En ja, wat mij betreft is hij de enige van het andere kamp. Hè? En die zet de feiten mooi op een rijtje. Daar heb je eigenlijk geen één probleem mee. Hij weet van de Royal Institute of International Affairs. Hij weet ook waarom Zimbabwe, dat heette vroeger Rhodesia. Ja. Dat was van meneer Rhodes. Dan moet je er maar het lef hebben, hè, om een regio even je eigen naam te geven. Dat ik per morgen zeg ik van yeah. Dit is Winkelstad. Iedereen zegt Winkelstad. Ja, want het is, ik ben Perry Winkel. En dit is mijn stad. Dus die heet voortaan Winkelstad. Je hebt nog zo'n andere man. En die heet Stephen Corbett. Ah, dat is niet om aan te horen. Dus die praat heel snel. Hij staat ook altijd met zijn mombakkers. Dan maakt hij zo'n vlog, heet dat dan, een videolog. En dan houdt hij er geen rekening mee dat er achter zijn hoofd een schilderijtje hangt. En in het 2D beeld, want ik kan niet 3D internet kijken. Hè? Nee, ik zie alleen maar 2D. Ik kan net zo goed een hand voor mijn ogen houden. En dan kijk ik met mijn ene oog en dan zie ik net zoveel als dat ik met twee ogen kijk. Want ik kan niet 3D zien op internet.
En dan zie je dus bij die Stephen Corbett, David Corbett, hoe heet hij nou? Van de Corbett Report. En dan groeit er een stuk hout uit zijn achterhoofd. Dan denk ik, jongen. En mijn ouwe hoeren, dit is het laatste nieuws. En reageer allemaal. Maar bij Alan Watt heb je daar geen last van. Totaal niet. Ik heb hem 1, 2, 3, 4 keer gehoord dat hij een... Hij heeft gewerkt voor RBN, volgens mij. Ik weet niet waar hij nu zit. Hij zat bij zo'n syndicated radio. Alan Watt is ook nog een keer geïnterviewd door die ridder van Malta, Alex Jones. En je kon zien aan het hoofd van Alan Watt dat hij dat sowieso vond. Alan Watt is ook nog uitgenodigd bij Red Eyes Creations. Dat is ook een website, daar hoef je niet naartoe wat mij betreft. Tenzij je wil weten wat voor porno dat is. En bij Red Eyes Creations wilden ze dan dat Alan Watt zich ook zou concentreren op de aanwezigheid, de mogelijke aanwezigheid, whatever, van buitenaardsen. Van alien, dat begrip, dat betekent ook buitenlander. Maar in het Nederlands heb je twee woorden. Je hebt buitenlander, dat is op zijn Engels een alien. En wij hebben een buitenaardse. Dat is een ander begrip. En Alan Watt heeft nog verteld dat hij daar voor dat mogelijke interview behoorlijk voor vergoed zou worden. Maar hij moest wel gaan lopen homo'en over een stelletje buitenaardse wezens. Daar had hij geen zin in. Want er zijn helemaal geen buitenaardse wezens. Ja, of je moet het hebben over engelen. Die mag je buitenaards noemen. Je kan ook zeggen, Hillary Clinton is buitenaards. Wat doet dat mens hier? Al die mensen die van de NASA... Ja, die zijn buitenaards. Die willen naar de maan. Die willen naar Mars. Ja, ik vind dat wij dat toe moeten staan. Laat ze maar vertrekken. Ga daar maar lekker bommen gooien op het Martiaanse Irak. Ik probeer dat niet vrolijk te houden bij hem af. Ik probeer er de humor van in te zien, zodat ik wel kan janken. Alan Watt is geweldig. Luister maar. Hij weet het allemaal. De jaartallen, de namen van de organisaties, de hele structuur heeft hij in de gaten. Alan Watt hoef je niks te vertellen. Alan Watt vertelt ook dat de Jezuïeten, zijn hekelpunt bij de bijbelgelovende christenen, want waarom noem je jezelf Jezuïet? Op basis waarvan? Nou, kijk, wij van de Jezuïeten, wij slachten iedereen af die niet de Bijbel op zijn Latijns niet begrijpt. En je noemt jezelf Jezuïet. Smeerlap. Alan Watt weet ervan. Alan Watt weet wat de Jezuïeten hebben gedaan. Het hele plaatje is bij Alan Watt nog niet gevallen. Denk ik. Ja. Misschien maakt dat ook niet uit. Hij heeft voldoende verteld. Hij is een goede geschiedenisleraar. Dus als jij een kind hebt van een jaartje of 12... Elke dag een uur lang luisteren naar Alan Watt. En jij luistert maar mee.
Ja, maar hoe moet dat dan? Nou, ik zal het je uitleggen. Je hebt een woord en dat heet Isaac, Nico, Theodor, Eduard, Richard, Nico, Eduard, Theodor. So look it up. Wat heb je ervoor nodig? Een smartphone of een iPad of een of andere tweedehands kutcomputer. En als je er echt niet eentje hebt, ja, stuur mij een e-mail. Dan regel ik voor jou een tweedehands kutcomputer. Wat kost je dat? €200, €300. Heb jij een computer? Dan kan je luisteren naar Alan Watt. Laat je kind ernaar luisteren. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus iedere ouder die zijn kind naar school stuurt, ja, want het is verplicht. Dat moet ik wel en dat doe ik dan ook als een goede burger. Ja, daar krijgt jouw kind geschiedenisles. Dag. Dus jouw kind komt thuis met de gedachte dat het geschiedenisles heeft gehad. En dat laatste is niet waar. Op school wordt niets verteld van geschiedenis. Elke geschiedenisleraar mag je bij deze door... Of zelf doe je het. Gewoon een kop eraf. Dat kan toch niet? Een man gaat voor de klas staan en die zegt... Dag kinderen, ik ga jullie vertellen wat er gebeurd is. Maar niet heus. Ik ben nog een keer naar de school van mijn dochter toegegaan. Mijn dochter die had zo'n... die heeft zo'n... Je hebt van die kinderen die hebben een daddy issue. Dat is ook niet leuk. Maar zij heeft dan zo'n mother issue. Mijn mama. Oh. Mama is weer over de zeik. En die moeder die gaat altijd over horen. Dus als mijn kind dan een tentamen had. Maar dan ga ik je over horen. Dus kwam mijn dochter naar mij toe. Van, ja, ik ben zenuwachtig voor morgen. En wil je me overhoren? Ja, wat denk je dat mijn antwoord was? Van, nee, natuurlijk niet. Dat was van onzin. Dat is toch jouw opleiding? Ja. Zij is geheel tegen mijn wil. Heeft ze nee gezegd tegen het gymnasium. Ja. Dus ik had ervoor gezorgd dat mijn dochter naar het gymnasium kon. Die kon Grieks leren en Latijn. En de rest van de meuk. Het was best een fatsoenlijke school. Een mooie grote ramen. Veel licht. En een theaterzaal die ergens op sloeg. Heel mooi. Een goede lichtvloer. En bij de welkomstdag of de introdag. Dan werd er, wat speelden ze ook alweer? Brahms of zo? Brahms? Dinges Braam. Nu Duitse klassieke muziek. En waarom niet? Maar goed, dat wilden ze niet. Ze wilden naar de seksschool. Ja, dan ben je je kind kwijt. Hè. En dan zit zij op die seksschool. Het Beekdal Lyceum hier in Arnhem. Als jij je kind wil laten martelen, ja, stuur het naar het Beekdal Lyceum te Arnhem. Jezus mijn Christus. Je kan er geen bom op gooien, want dan gaan die kinderen ook dood. En die conciërges die daar werken, die heb ik ontmoet, heb ik de hand geschud, heb ik samen mee zitten smoken. Bij de vijver. Ja, die zijn oké. Okay. Je kan er geen bom op gooien, want dan krijg je collaterale schade. Dus dat gaan we niet doen. En voor de rest hou je kind erbij weg. En niet naar het Beekdal Lyceum te Arnhem. Alsjeblieft niet. Verzin maar iets anders. Thuisonderwijs. Ik weet niet hoe je het moet aanpakken. Misschien dat je moet zeggen tegen je kind. Van, mama wil niet dat jij naar dat stomme onderwijs gaat. En kan jij iets gaan veinzen. Dan laat je je kind kijken naar Breaking Bad. En dan Walter Junior. Die is spastisch. Nou, dan moet je je kind Breaking Bad gewoon alle uitzendingen laten kijken.
En dan zeg je tegen je kind, oké, en nu jij? Dan heb je gewoon een spastisch kind. En dan ga je met je spastische kind naar het gemeentehuis toe. En dan zeg je, ja, mijn spastische kind, dat moet speciaal onderwijs krijgen. Ja, misschien dat dat helpt. Ja. En dan ga je zelf je kind onder je hoede nemen. En dan zeg je tegen je kind, elke dag 1 uur Alan Watt. En voor de rest mag je buiten spelen. En zorg dat de politie je niet ziet, want dan weten ze dat jij niet spastisch bent. Wat heb je dan meer? Je kan zeggen, mijn kind is spastisch, maar glutenallergie. Ja, waarom niet? Dat je ook zegt, ja, mijn kind kan niet tegen drukke ruimtes, want het is fobisch. En dat heet, weet ik ook alweer, dat je niet tegen andere mensen kan. Oh ja, depressiviteit. Dat je tegen je kind zegt, je bent en spastisch, je hebt glutenallergie en je bent depressief. En dat laatste houdt in, je zegt niks. Jouw kind komt helemaal spastisch binnen bij dat evaluatiekantoor. En dan vraagt zo'n gemeenteambtenaar van, hoe heet je? En dan kijkt jouw kind alleen maar naar die man. En dan weer naar die plant. En dan weer naar die man. En dan weer naar die plant. En dan kijkt hij naar mama. En gewoon volhouden. Gewoon bek dicht houden. Hoeft zo'n kind niet naar school. Klaar. En dan kan jij dat gaan leren. En wat moet je je kind leren? Wat moet je je kind leren? Je moet het kind leren lezen. En je moet het leren rekenen. En dan ben je klaar. Ja, geschiedenis natuurlijk. Hè? Verhalen van wat er gebeurd is. Dat het kind weet in wat voor wereld het geboren is. En je leert het lezen. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Ik heb mijn kind leren lezen vanaf haar eerste jaar. Dat het een beetje aandacht kreeg van he, ha, ha. Nou, dat ik zei van een poster hing er in de slaapkamer. Van het dierenpark hier in Arnhem. Dat weet ik ook alweer. Nou, Burgers. Burgers Zoo. Nou, een foto van al die pinguïns. En daaronder stond dan, dit zijn de pinguïns in het Burgers Zoo. En dan nog een verhaaltje erbij. Maar allemaal letters. Nou, dan vroeg ik aan mijn kind, wie staat er op de foto? Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè? Want er waren pinguïns. En mijn dochter, die gaf dan iedere pinguïn een naam. Van, jij bent die. Dat is Perry. Dat is papa. En dat is oma Bosman. En dat is... moesten al die pinguïns aanwijzen en zeggen hoe die pinguïns eten. En niet iedere dag kwam iedereen aan de beurt. Er zijn dagen geweest dat ik mijn dochter naar bed bracht en dat mijn vader niet genoemd werd. Maar op een andere dag weer wel. Van ja, dat is opa Dierentuin. En dan ging ik aan haar vragen, waar staat een A? Met die tekst daaronder. Hè? Waar staat een A? Zij puzzelen. Oh, volgens mij staat hier een A. Zeg ik, goed zo. Ah, toen van de A naar de B. Nou, en als je A en B hebt geleerd, nou, dan komt de rest vanzelf. Hoor. En hoeveel onderwijs per dag was dat? Ja, ongeveer een kwartier per dag. Waarvan 7 minuten het aanwijzen der pinguïns en een naam verzinnen. Mentale yoga is dat. Dat moeten we onze kinderen leren en dan nog een beetje rekenen. Dan ben ik klaar. Oh ja, dan is dat idee met de aardrijkskunde. Nou, dat heb je toch zo verteld. Wat is dat voor onzin? En trouwens, neem je kinderen mee.
Ergens naartoe. Of beter nog, geef je kind €500 en dan zeg tegen dat kind, probeer heen en weer naar Berlijn. Of Dublin. Dan leer je het ook adreskunde, hoor. En nog beter dan uit een boekje. Het hele onderwijs van ons, wat we hebben, dat is walgelijk. Tijdverspilling voor jou en je kinderen. Nou, de moeder van mijn kind, die heeft de hoofdouderschap of zo. Want zij is een vrouw. Ja, ze is ook zo gek als een deur, maar dat maakt niet uit. Je bent een vrouw, dus bij vrouwen is dat toegestaan of zo. Dus zij heeft de voogdij. Is de baas. En die zit mijn kind de hele tijd over. Hoeree. Ik niet. Het is haar onderwijs. Ze mocht van mij naar het gymnasium. Heeft ze niet gedaan. Dus een beetje afgezakt. Zit onder haar niveau te opereren. Ze had makkelijk VWO kunnen doen. Dat heeft ze ook niet gedaan. Nee, want de moeder maakt knettergek. Want iedere dag heeft die moeder weer wat nieuws verzonnen. Want er is er weer een feest hier en daar een feest daar. En heeft mijn kind heeft geen tijd om te studeren. Ja, die cijfers lekker omlaag. Ja. En dan zei mijn dochter tegen mij van, ja, op deze manier blijf ik zitten. Ik zeg, ja, wat maakt mij dat uit? Dat is mijn probleem niet. Dan blijf je toch lekker zitten. En dan kan je dat jaartje overnieuw doen. Je krijgt toch alleen maar onzin geleerd. Maar dan heb je die onzin van vorig jaar nog een beetje onthouden. En dan weet je dat het antwoord op vraag 13, dat is B. Een leer uit je hoofd. Onzin. Nou, toen op een dag, toen had ze echt zwaar de zenuwen. Want de volgende dag had ze tentamen Duits en tentamen geschiedenis. Dus twee. En nou, zei tegen mij, wil je me overhoren? En ik zei dus nee. En die bitch van een dochter, in de positieve zin, hoor. Die zei van, ja, maar dan ga ik ook eindelijk met het, is dat een longboard van mij? Ja, niet. Ik heb daar aan mee betaald. Een longboard. Maar ze deden geen flikker mee. Toen zei ze, nou, maar dan ga ik onderwijl het overhoren, ga ik bochtjes maken met mijn longboard. Dus dan doe ik wat jij wil, namelijk dat ik oefen met mijn longboard. Want ik heb dat van jou mede gekregen en jij vindt het fijn als je ziet dat je iets geeft aan een kind en dat het kind er ook wat mee doet. Ik dacht, ja, bitch, nou heb je me. Ik haar overhoren. Nou, eerst met Duits. Oh, dat was prima. Geen enkel probleem. Ik wist niet eens dat het een Zugführer was. Daar had ik ook weer wat van geleerd. Zugführer. Dat is de treinvoerder. Ja, die Duitsers, man. Dat is, ja, heb je een Bahnhof? Ja, dat weet ik wel. En zo. Dat snap ik ook niet van die Duitsers, hoor. Dat heet toch een tiergarten? Een dierentuin? Maar toch niet aan het zool? Ja, goed. Ja. Kijk, zolang wij niet kunnen winnen van de Duitsers met voetballen, dan hebben wij die Duitsers niet veel wat te vertellen. Maar Duitsers prima. Hoezo, kindje, dit wordt er voldoende. Dat is geen probleem. Nu gaan we geschiedenis doen. En toen werd ik pist, man. Dat is echt schandalig, hoor. Wat ze op instanties als het Beekdal Lyceum hier in Arnhem, bij dat park, bij de beek, echt. Wat ze daar je kinderen leren aan geschiedenis? Fuck you, my asshole. Ik werd boos. Ik heb tegen mijn dochter gezegd, je haalt maar een 4. Dit ga ik niet. Dit ga ik. Je haalt maar een 4.
liegen. Over de 18e en het begin van de 19e eeuw. Liegen. Fantasieverhalen vertellen. Ik, Pislink. En gezegd, hoe heet jouw geschiedenisleraar? Zij zo heel bedremmeld. Ja, die heette Gerard Zuiderveld. Of zo. Weet ik veel. Zo, ah. Ja, zei ze, ik wil hier geen gezeik over. Ik zei, oh, dat maakt me niet uit. Ik heb die klootzak gebeld. Gemaild. Een afspraak gemaakt. En hem de huid volgescholden. Van waar haal je het fucking lef vandaan? Om te liegen tegen kinderen. Je weet helemaal niets van de geschiedenis. Dus hou je kinderen thuis van het, nou, niet naar het Beekdal Lyceum, alsjeblieft niet. Eigenlijk naar geen enkele school. Het deugt allemaal niet. Verdiep jezelf in de geschiedenis. Luister naar Alan Watt. En lees je Bijbel. Want dat is een hekelpunt. Dat je je Bijbel begrijpt. De mens is een metafysisch wezen. Dat betekent dat je niet alleen de fysica waarneemt, maar dat je ook de meta, de metata, heet dat ook wel, metata fysicoi, dat je over de natuurkunde, en de natuurkunde is alles, scheikunde, biologie, sociologie, psychologie, maakt maar niet uit, alles is natuurkunde, is fysicoi. En daar stijg je bovenaan, als wezen. En als je daarboven uitstijgt, dan word je, dan krijg je een, ze noemen, dan word je verlicht. Dat zeggen ze. Wat er in feite gebeurt, is dat er een last van je afvalt. Er is ooit, lang geleden, een last op jou, mens, luisteraar, gelegd. En die last, die drukt op je schouders. En dan ga je met je schouders omhoog. En dan krijg je een verkramping. En dan moet iedereen naar de masseur. Omdat je die last zit te dragen. Dan heb je die aanspanning van je monnikskapspieren. En uiteindelijk krijg je dan problemen onderin je rug. Omdat je die last draagt. Geestelijk. Ik weet er alles van. Maar ik ben jullie heilige niet. Ik ben je profeet helemaal niet. Ik weet ervan. En ik kan jullie alleen maar vertellen van, nou, pak even een blaadje en tel je zegeningen. Waar ben jij gelukkig mee? Maak een lijstje. Oh, nummertje 1, nummertje 2, nummertje 3, nummertje 4. En niet op Facebook zetten, daar gaat het niet om. Nee, voor jezelf. Beleid je zonde. Dat is B-E-L, lange I. Beleid je zonde. Erg belangrijk. Ja, maar Perry, nu knuk je net als een katholieke priester. Oh ja, joh. Kijk, het punt bij een katholieke priester is dat hij wil dat jij je zonde aan hem vertelt. Maar ik wil jouw zonde helemaal niet weten. Gadverdamme, ze stront. Waarom moet ik stront horen? Maar jij hebt gezondigd. Doe nou eerlijk. En dat is.
Het besef van het feit dat je gezondigd hebt, is voldoende. En dat zout wat daarbij hoort, dat is de kruisiging van Christus Jezus. En die helpt je daar doorheen. En je moet goed weten dat je gezondigd hebt. Want je hebt het gedaan. Dat kan niet anders. Ik geloof dat, en daarmee bedoel ik, dat weet ik zeker. Want je hebt het weten en dat is twijfelachtig. Er kan altijd een fout zitten in je calculaties, in je berekeningen. Ja, 12 keer 8 is... Ja, en dan komt het foute antwoord. Ik weet dat 12 keer 8 dat is... Ja, als je geen 96 zegt, dan... Het weten is beperkt. Het geloven is, dat is het zekere weten. Dat is de metafysica. Dat is zeker. Dat is geloof. En het geloof, dat is een business van gemaakt. Geloofsverenigingen. Maar daar heeft helemaal niemand om gevraagd. Je hebt hier in Nederland, dat is uitstervend hoor, maar heb je biljartverenigingen. Ja, maar dat je bij de biljartvereniging zit, wat maakt dat uit? Het gaat erom dat je kan biljarten. Een ex-collega van mij, die zat bij de Wilde Bond. Die waren dan niet lid van de Nederlandse biljartverenigingsvereniging. Maar ze waren wel een bepaalde vereniging. Hij had een maat daar. En die mocht ik. Die had gevoel voor wiskunde. Een slimmerik. Hele bijzondere uitspraken gedaan. En voor de rest, joh, het was een sloeba. Arme luis, jongen. En die werd zo goed, man. Die speelde een moyenne van 5 carambols per beurt. En dan speelde ze libre. Maar libre tegen hem, joh. 5 carambols per beurt, man. Kortom, niemand wilde meer tegen hem biljarten. Dat was zijn verdriet. Hij was te goed geworden. En kerken, ik bedoel dit als parabel. Ik zeg het niet zomaar voor de lol. Het is allemaal echt gebeurd hoor. Maar kerken, dat zijn verenigingen op basis van het geloof. Maar op basis van wat en welk geloof? Wat is een kerk meer dan wij geloven erin dat als je elke zondag om 11 uur stipt aanwezig bent en de vrouwen schenken koffie in, dan is dat goed. Nee, dat slaat nergens op. Ik zeg niet dat het slecht is. Voor mij mag je best iedere zondag in een gebouw komen. In de winter een beetje. Nou, dat doen ze ook niet. Er is geen verwarming aan, toch? Ik vind het wel leuk. Dan zie je iedereen weer even. Maar ja, je kan net zo goed donderdagavond ook iets geks gaan doen. Met z'n allen. Dan ga je lekker naar buiten. Dan loop je de natuur in. De mensen hier in Arnhem, die hier in het centrum wonen. Er is een wandelroute en die gaat tot aan de A12. En de A12 is de snelweg
En die komt helemaal vanuit het oosten en die gaat naar Utrecht en dan gaat hij door naar Den Haag. Dat is de A12. Daar kan je naartoe wandelen. En dan goed kijken of je een konijntje tegenkomt. En in de herfst, ja, dan groeien daar paddenstoelen. En die mag je dan niet plukken, maar ja, als niemand het ziet, dan is die paddenstoel niet geplukt. En trouwens, die paddenstoel wordt ook wel geplukt, hoor. Dan komt er een of andere spreeuw of whatever. Ja, die paddenstoel wordt wel opgevroten. Daar zit je bestaan. En je gaat toch niet een wandelvereniging starten van, ja, we gaan iedere zondag naar de A12 wandelen met z'n allen. Nee, dat moet je zelf doen. Jij moet voor jezelf beseffen dat jouw weten een grens heeft. En er is, ja, niets, dat is de taalkundige oplossing, er is niets buiten het weten. Die moet je snappen. En dat begint met de directieven, heet dat. Dus de opdrachten. Dus de 10 wetten van Mozes. Punt. Dat is de eerste. Elke wet van Mozes, het zijn de 10. Het zijn de 10 geboden. Die snap je. Je moet begrijpen waarom jouw voorvaderen, want het zijn jouw voorvaderen ook. Jouw voorvaderen hebben dat laten opschrijven. Waarom? Dat is jouw opdracht. En daarna krijg je het tweede convenant, de tweede overeenkomst, het tweede testament, het nieuwe testament. En leert je nog meer. Die pad, nee, die weg. Of dat pad, moet je dat pad of die weg. Daar moet je in. Dat is helemaal niet erg. Als je, mijn Geleense vriendin, die suipt, die kan erg alcohol consumeren, man. Zo het knetter. En die rookt, en die bloot, en die heeft buitenechtelijke seks gedaan. Gratis ook. En tegen betaling. Denk je dat ik haar oordeel? Helemaal niet. Want zij is eerlijk. En meer is niet nodig. Alleen eerlijkheid. Stoppen met die mafdoenerij. Al die mensen die in de file gaan staan. En, ja, ik ga belangrijke dingen doen. Maar ja, ik sta wel in de file. En gaat het wermen. Al die mensen die klagen over die massale immigratie. Wat heb je erover te klagen? Kijk, zonder die massale immigratie waren we ook naar de kloten gegaan, hoor. Wat denk jij wel niet? Zonder die massale immigratie hadden de btw-percentages nou tegen de 46% aangezeten. Maar dankzij die immigranten, dat schijnen arbeidskrachten te zijn. Ik weet niet wat ze doen eigenlijk hier in Nederland. Maar het wordt dan bijgetekend op de algemene balans van Nederland BV. En die jokers die denken, nou, dan kunnen we van de BIS nog wel meer lenen.
En dan gaan ze nog meer blondines en brunettes en roodharigen en ook kale vrouwen. Ja, maar ze dan ook nog meer neuken in Brussel. Met cocaïne in de neus. Ja, leer mij wat, man. Stelletje mafketels. En wij dus ook. Hè. Wij betalen daaraan mee. En, maar we denken dat het allemaal wel goed komt. Hè. Ja, want in Brussel worden... Dat is wel een beetje... Ja, dat is multiculturaliteit. In Brussel worden dan voornamelijk de blanke vrouwen... Die worden geneukt. Bij het cocaïne in de neus. En ja, er worden toch maar weinig negerinnen geneukt... In het gebouw van Brussel... Dus daar gaan we wat aan doen. Nee, het is een mooie boel. Ik ben niet ontevreden hoor. Ik ben eigenlijk tevreden. Ik maakte me zorgen over de waarde van mijn moraliteit. Ben ik wel moreel genoeg? Altijd mijn best doen en op tijd zijn en liefdevol zijn en aandacht hebben en tijd. En ja, ik regel dit en ik regel dat. En een beetje zo mama de poes uithangen. En dan kijk ik nu in de rond en denk ik, wat? Ik ben een fucking winnaar. Nee, dus ik ben uitermate tevreden. Als jullie zulke sukkels zijn, zo immoreel zijn, zo onachtzaam zijn. Dat je niet eens naar Ellen Wood luistert, laat staan de Bijbel lezen. Nee, je bent bezig met de krant van gisteren, of niet? Heb je nog een beetje gekeken naar Holland's Next Top Model? Is mijn dochter zo enthousiast tegen mij? Van ja, ik kijk graag naar slaughter movies. Oh, oké. Okay. Ze heeft er geen donder van geleerd. Maar ja, het was de moeite van het proberen waard. Huh? Ik ga mijn kind niet verbieden. Als zij wil kijken naar slaughter movies, nou, go and knock yourself out. Waarom niet? Ik heb er nog wel even verteld dat het boeddhisme dicteert dat het kwade gekend moet worden en het goede gedaan. Dus leer het kwade kennen en leer het goede doen. Goed, ja, zij is nog blijven steken in het kwade leren kennen. Okay. Ze is ook nu kwaad op mij. Ja, dat snap ik wel. Het kwade leren kennen in die zin, dus heeft het in zichzelf opgenomen. Ja. Nou, dan ben je mooi de lul. Zij dus, hè. Dan ben je mooi de lul, hoor. Want dat is niet de bedoeling, hè. Ik heb met mijn dochter gekeken naar de meest verschrikkelijke films... en haar verteld over het verschil tussen de kwaliteiten. In een film heb je de kwaliteit van de regie... Je hebt de kwaliteit van het acteerwerk. Je hebt de kwaliteit van de locatieoperator. Dus, en je hebt de kwaliteit van het licht. En de kwaliteit van het geluid. En meer weet ik even niet hoor. En dat geheel der kwaliteiten... Dat moet een, grote, ja, een groot boeket worden. En dan zie je een mooi geheel. Stanley Kubrick was er erg goed in. Oh, de cameraman. Die was ik nog vergeten. Wat doen we? En dan kijk je naar de kwaliteiten van zo'n film. Je mag niet kijken naar de boodschap. Je mag weten dat die boodschap er is. En Stanley Kubrick, die heeft nogal wat vervelende boodschappen doorgeschoven. Vooral die laatste. Dus, ogen wijd gesloten. Dat is een uitspraak binnen de vrijmetselarij. Je zegt dat als het ware voordat je een misdrijf gaat plegen.
En dan zeg je tegen degene die van niets wist. Tegen diegene zeg je, oké, we zijn hier gearriveerd. Jij weet van niks. Ik ga nu iets doen. Jij mag er naar kijken. En aan niemand vertellen. Eyes wide. Dus je mag kijken. Maar die ogen zijn gesloten. Ik ga nu iets doen wat boven jouw denken uitstijgt. Dat wordt ermee bedoeld. Ik ga nu iets doen en dat lijkt nogal vreemd. Maar je moet doen alsof ik dat niet heb gedaan. Ik was uitgenodigd bij mijn Joodse vriendin. Dat mag ik zeggen, mag ik hopen. En die woont in de Jordaan in Amsterdam. En met haar heb ik meerdere YouTube-uitzendingen gemaakt. Of internet. En zij is ermee gestopt. Zij was echt was hartstikke lekker bezig, vond ik hoor. Zij heeft een mooie stem. Ik zou nog een hele aparte uitzending kunnen wijden aan Mira. Een stem, man. Ik ken een vrouw en die heeft ook zo'n beetje lage stem. Die is een beetje, net als de dinges de Roosbroen, weet je wel. Gewoon laag, maar niet mooi, hè. Zo. Die heeft een lage stem en dat is goed dat je dat kan. Want al die mensen van die vind ik ook niet aan te horen. Amira die heeft zo'n stem en dat is net als een zwaantje van laag naar hoog. Ze heeft ook een positieve mening. Reëel. Met haar valt niet te fucken. No way. Dus echt mooi hoor. Die heeft hele mooie uitzendingen gemaakt. Nou, dan ging ik met die man. En die woont hier in Arnhem. En ik dacht al dat het een sodomiet was. Ik had hem eerder gezien. Ik denk van, jee, doe jij aan herenliefde? Ja, dat is dus zo. Met een herenliefde, heer. Afgesproken in Arnhem. Op het station. Om naar Mira te gaan. En toen zei die man tegen mij, wij gaan eerste klas zitten. En ik zei, nee. Dat heb ik niet betaald. Ik had gewoon zo pliep-pliepen met mijn overchip ellende. Die is nou kapot trouwens. Dus ik hoef niet meer te overchip-chippen. Ben je maar. Dat ding is kapot. Ze sturen me maar een nieuwe of zo. Of ik ga gewoon helemaal niet meer met het openbaar vervoer. Want zo openbaar is het echt niet hoor. Er loopt allemaal tuig in de rond hoor. Hey, mooi boel. En hij zei van, ja, we gaan eerste klas zitten. Ik zeg, nee, dat doen we niet. Hij zei, ja, dat doen we wel. Dus ik met hem eerste klas zitten. En toen bleek dat meneer zijn hele leven had gewerkt bij de NS. Dus hij mocht eerste klas reizen en een passagier meenemen. Ja, dat wist ik wel. Maar zeg dat dan van tevoren. Had die man toch tegen mij kunnen zeggen. Jij hebt waarschijnlijk een tweede klas kaartje. Maar ik mag eerste klas reizen. En dan. Ja, jij mag er mee. Dus wat zullen we doen? Met z'n tweeën dat ik mij verneder, verlaag tot de tweede klas. En samen met jou in de tweede klas ga zitten. Of we gaan samen in de eerste klas zitten. Wat wil jij?
toen had ik tegen hem gezegd van, nou, kom op, dan doe je eerste klas. Als het toch hetzelfde kost. Hij hield dat voor mij geheim. Dat neem ik hem kwalijk. Hetzelfde was ook, niets ten nadele van die man, daar gaat het niet om. Ik bedoel dit in een parabel. Dat hij zei van ja, dan moeten we wat te eten meenemen. En ik dacht nee, natuurlijk niet. We gaan op bezoek bij Mira. Die heeft ons uitgenodigd. Hoezo moeten we eten meenemen? Het enige wat je mee kan nemen, er is een fles wijn en een doos chocola. Dat zijn leuke cadeaus. Ik zou zelf zeggen, van, nou, als je bij mij komt, dan moet je zo'n lekkere varkensworst meenemen. Maar zij is Joods, dus die ga je geen varkensworst geven. Maar een doos chocola en een fles rode wijn? Ja, waarom niet? Nee, er moest eten meegenomen worden. De onzorgvuldigheid. Wij mensen doen elkaar de hele tijd pijn. Uit onwetendheid. We snappen het niet. Hoe je met elkaar om moet gaan. De moeder van mijn kind, als we dan een afspraak hadden, en dan moest ik om 5:30 thuis zijn vanwege, nou, whatever, eten of zo. En dan kwam ze om 9:00 s'avonds binnen. De moeder van mijn kind snapt niet dat het niet aardig is om iemand 2,5 uur te laten wachten. De moeder van mijn kind had ook kunnen zeggen, ik weet niet hoe laat ik thuis kom, dat kan wel 10:00 s'avonds worden. Dus zorg voor je eigen eten. En ik maar wachten op mijn eten, wat ik niet zou krijgen. Want zij zei, van ja, ik ben zo laat, dat jij wel zelf inmiddels wat voor jezelf gemaakt hebt. Nou, dat is de mens, hè? Ultiem slecht. Want dat hoort helemaal niet. Ik heb eten geregeld en dat was in opdracht van mijn moeder. Want die wilde tante Til onder andere weer zien. Nou, ik had helemaal geregeld en het is een partij werk geweest. Allemaal mailen van wie doet er mee en ik zou kippensoep maken. Ik kan koken, namelijk. En het werd uiteindelijk kippensoep voor 16 personen. En mijn tante Til, die had ik laatst aan de lijn. En die zei, nou, ik heb het laatste portie heb ik gisteravond opgegeten. Want dat was de bedoeling ook. Regel 1 van koken is, je zorgt voor meer eten dan dat mensen op kunnen. Mensen moeten altijd, ja, ze moeten zich helemaal vol eten. En niet zo dat iemand nog honger heeft en de schaal is leeg. Dat moet je niet hebben. Ja, maar Piri, dat geeft CO2-belasting. Ja, en van de CO2 krijgen wij weer planten. En die kunnen we vervolgens weer omzetten in CO2. Basilicum bijvoorbeeld is een prima CO2-opslag. Heerlijk. Koriander is een geweldige manier om CO2 op te slaan. Wat heb je nog meer? Oh ja, magie. Sla de CO2 in op. Kijk, ik kan koken.
Een werkman om dat allemaal klaar te maken. Want ik moest overleggen met tante Til. Ik had even nagedacht over de manier van kippensoep. En ik zal het even uitleggen. De basis van kippensoep is prei. Nou, prei kost geen donder. En je hoeft niet van die jonge preitjes te hebben. Die zijn wat duurder. Maar gewoon van die grote vette preien. Nou, zo'n prei moet je de overlangs doorsnijden. Terwijl je het voetje heel laat. En dan afspoelen onder de kraan. Niet de prei gelijk gaan snijden. En dan die ringetjes in een vergiet. Want in een prei zit altijd rotzooi. Aarde. Dat is niet te vreten. Dus een prei overlangs doorsnijden. Misschien 2 keer. En dat laat het voetje heel. Hè? Want onderin de prei is alles schoon. Dus het is verder geen probleem. En goed, die bladeren onder de kraan. Ja, en dan ga je lekker choppen. En dat chopgebeuren, dat kan je heel grof doen bij de kippensoep. En dan doe je grove stukken. Dat is de truc. Dat kontje van de prei, dat mag je weggooien. Want die wortels van de prei smaakt nergens naar. Dus die knikken je weg. En de rest, allemaal in de pan. En dan moet je rekenen op, wat heb ik gebruikt? 5 preien of zo voor 16 mensen. Lekker veel prei. Daar begin je mee. En mijn tante Til die wilde dan per se kippen carbonades. Dat is de bovendij van de kip. Die loopt een risico om droog te worden. Er zit weinig vet in. Ik zei, oké, nou dat moet er maar. Ik zei, dan wil ik ook wel kippenvleugels. En mijn tante Til zei gelijk, dat is veel te veel werk. Dat is allemaal peuteren met je vingers. Ja, dat doe ik wel. Alsof ik dat niet weet. Kippenvleugels. En ik ga wel peuteren hoor. Is geen enkel probleem. En dan dragonsaus. Dat is een groot succes. En wordt dat opgemerkt? Nou, mijn tante Til, die was er van onder de indruk. Voor de gest. Ik weet het niet. Mensen denken van, ja, dat is leuk. Ja, het is ook leuk. Dat is zonder meer leuk. Ik vind het leuk om te doen. Ik vind het leuk om te koken. Ik had er als oplossing van, ik wil wel koken met whisky. Maar dat was geen probleem. Genoeg whisky. En ik had een chauffeur geregeld. Ja, dus ik hoefde alleen maar me laten rijden naar tante Til. Dan de kippensoep maken. Nou, dat was totaal afgesproken. De bereidingstijd was 3 uur. Maar we waren prima op tijd. Maar goed. En die béarnaise saus, dus met dragon, vond ik het erg tof wat ik gedaan had. Er was geen verse dragon, anders had ik het anders gedaan. Maar dat was alleen maar gedroogde dragon. Dat is een heerlijk kruid, hè, dragon. Dragon. Drakenkruid. En die heb ik gekookt in witte wijn. Om dat aroma, moet je zeggen. Om het aroma uit die dragon in de wijn te krijgen. Dat is heel zachtjes. Dus niet koken, maar goed in de gaten houden. En toen de pan van het vuur. En gewoon eieren. Niet gesplitst. Officieel moet je de dooier splitsen. En alleen de dooier in het geheel gooien. Ik heb de hele eieren erin gedaan.
Gewoon gezeur om dat eiwit, om dat weg te gooien. Waarom? En dan is die afgekoeld. Je moet er ook goed op letten dat je niet boven de 70 graden Celsius gaat. Dus, en die wijn met die dragon die had gekookt. Dus dat is 100 graden Celsius. Dus die moet je even van de, op je gevoel moet je dat maar doen. En dan die eieren erin. Net zolang dat je denkt van ja, dat vind ik wel genoeg eieren. En die voorzichtig ja, met een kloppertje. Doorheen. Geet ook die afkoeling. Hè? Het is lekker als het een beetje, ja, die warmte erin blijft. Dat het ei een beetje, het heet denaturaliseert. Gewoon een klein beetje. Ik ben iemand, ik eet rauwe eieren. Dat maakt mij niet uit. Maar niet iedereen kan daar tegen. Dus een beetje denaturaliseren. Heerlijk. Maar zout en peper erbij. Dat heb ik nog meer gedaan. Dat is een hele goede béarnaise. En een scheutje room. Dat kan geen kwaad. Mooie, volle room. Oh, een klein beetje. Lekker doorkloppen. Dan krijg je een romige saus. En bij die kippensoep, behalve die kip die erin moet, op het einde taugé. En taugé, dat koop je voor niks per kilo. En die schaai je lekker spoelen onder de kraan. Want taugé zit ook onder het zand en aarde. Maar taugé even lekker spoelen, voor alle zekerheid. En die gaat er op het laatst in. Taugé moet je niet gaar koken, dat slaat nergens op. Taugé zit helemaal vol met vitamine, mineralen en wat dan ook. Kan je rauw in je mond stoppen. Ja, en die verstop je dan in de kippensoep, waarbij de kip verstopt is onder de prei. Je kan denken aan een beetje macaroni erin. Maar waarom? Iets meer taugé is ook lekker hoor. Heb ik toen aardappel erin gedaan? Dat kan wel zijn, ja. Eén aardappel per 3 personen of zo. Lekker hoor, als een beetje binding. En die prei die je er als eerste in stopt, ja, dat gaat er allemaal uit. De kip, die heb je voorgebraden. Dat kan in dezelfde pan. En die kip heeft helemaal meelopen waggelen in de, ja, tussen de prei. Ja. En dan haal je die botjes eruit van de kip. Al die groenten, die kan je weggooien. Die zijn doodgekookt. En dan ga je de soep opbouwen. Met prei, zou ik zeggen. En dan, dan heb je één prei. Dat is een hele mooie prei. En die heb je apart gelegd. En die prei die gaat als laatste met hele dunne ringetjes. Van een millimeter of zo. En die gaat er op het laatste in. Dat is heerlijk. Die taugé erbij. Kijk, dat is je leven. Ja. Dieren kunnen niet koken. Wij mensen wel. En doen we het? Sommigen wel. Ik namelijk. Ik kan koken. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zaak ik. Tjus. En dag lieverds.